Mocht je nou niet deze hele video willen zien, maar meteen naar de vergelijking willen, dan moet je naar deze tijd gaan. Daar heb ik een vergelijking, daar zie je ook alle prijzen. Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Andy Metzijd en vandaag ga ik een paar websites vergelijken waar je zelf je PC kan samenstellen. Want het is natuurlijk leuk dat je, als je het zelf kan, als je zelf je computer in elkaar kan zetten. Alleen, weet je, er zit best wel veel tijd in. En nou, hoe mooi is het als een bedrijf dat kan zonder al te veel, dat het al te veel kost. Dus ik ga ze vergelijken vandaag. Ik ga ook de onderdelenprijs ga ik checken van oké, hoeveel kost het als je het zelf doet met al deze onderdelen? En wat is dan de voordeligste optie? Dus dat gaan we nu doen. Let's get into it. Nou, laten we eens gaan kijken naar de eerste pagina. De eerste pagina is pcsamenstellen.nl. Laten we eens even kijken. We willen zeg maar een computer bouwen waar we ook video editing op kunnen doen misschien. Want ja, waarom zou je nu een computer laten bouwen als je niet video editing gaat doen of muziek gaat maken of gaat gamen? Dan kan je gewoon net zo goed een laptop kopen. Maar de reden dat we een echte computer willen is omdat we het willen upgraden laat op langere termijn. Dat kan niet altijd bij een laptop. Je kan niet de processor vernieuwen, geen nieuwe videokaart erin douwen. Dus daarom gaan we kijken naar een computer om zelf te bouwen. Nou, nu kom ik op pcsamenstellen.nl en ik heb geen idee. Ik wil eigenlijk een videobewerkings-pc. Nou, laat ik daar eens op klikken. Het gekke is dus, de goedkoopste pc is een Intel videobewerkings-pc. Voor de hobbymatige videobewerker. Dat is €699. En dan heb je dus de volgende stap is de AMD 4K videobewerkings-PC. Die is al bijna €1000. Mist nog €1. Dus €999. En als je dan voor Intel gaat, is het de Intel 4K. Ben je meteen €1649 kwijt. En eens even kijken. Als we hier naartoe gaan. Oké, verhaal. Oké, dit is eigenlijk iets wat ik al zocht. Ik zocht inderdaad iets op richting deze kant. Alleen ik betaal dus voor deze opties. Dus met de AMD Ryzen 5 3600. Waarom wil ik kijken naar een AMD Ryzen? Is omdat ze veel goedkoper zijn dan de Intel. En gewoon ook hele goede performance hebben. Eens even kijken. Samenstellen. Ik ga wel wat aanpassingen doen. Eens even kijken. Nou, de goedkoopste. De goedkoopste kast. Why not? De 3600 inderdaad. Nou, prima. Deze is goed. Moederbord. Oké, ook lekker standaard houden. Dit ook. Oké, ik ga nu naar de 1650. De 1650 is in principe prima voor 4K. En hoeveel kom ik dan op? Geen tweede grafische kaart. Oké, 250 gigabyte Crucial SSD. In principe prima, want ja, weet je, je kan ook altijd nog een harde schijf erbij nemen. Oh, die zit trouwens ook bij in. Even kijken, hier zit ook een harde schijf bij in van 2 terabyte. Hoeveel betaal ik daarvoor? Heb je dat daar €70 voor? Ik had €70 voor een tweede harde schijf. Dat is best duur. Volgens mij ben je veel goedkoper uit als je het los wil. De Seagate, deze, eens even kijken. Die is €56,90. Oké, je moet nog verzendkosten betalen als je het natuurlijk bestelt. Maar alsnog €70 ervoor. Dus, maar dan neem ik aan dat de prijs voor het inbouwen al in de hardware zit. Oké, nou ja, laten we zeggen geen tweede harde schijven bij. Die gaan we er zelf in douwen. Nou ja, prima. Oké, ik doe heel veel vanaf een externe harde schijf als ik dus werk. Dus dat is prima. Oké, 1 gigabit, 500. Geen monitor, nee, die kopen we wel later erbij. Wat veel opties. Waarom wil je zoveel opties hebben? Oké, je hebt hier wel dus 4 jaar volledige garantie bij. Je hebt ook nog eens 4 jaar premium garantie of VIP garantie. Wat is het verschil? Oké, bij de premium garantie komen ze dus bij jou thuis het ophalen en brengen ze hem weer terug. Oké, de VIP garantie doen ze zeker bij je thuis. Oh, wanneer die binnen 1 maand na aanschaf defect raakt,
krijg je weer een gloednieuwe. Nou, lekker spannend. Denk je nou echt dat je binnen een maand een computer hebt die stuk is? Maar binnen 4 jaar, dan komt je niet te wachtrijden, maar hij wordt direct nagekeken. Dus dan kom je niet achteraan in de rij te staan, je komt gewoon vooraan. Vraag me sowieso af hoe lang het duurt dan om het te laten repareren. Als je niet dus de VIP-service hebt, blijf je dan 2 weken wachten of zo? Geen idee. Een vast contactpersoon. Oké, nou, spannend. Nou, ik vind het onzinnig. Laten we gewoon voor de standaardgarantie gaan. Oké, bij pcsamenstellen.nl zou ik dus €834 kwijt zijn. En nou, blijkbaar zit alle inbouw shit zit er gewoon in. Er zit hier trouwens geen Windows bij. Je kan de Windows Home demo erbij doen. Gratis. Oké. Maar ja, dat dus. Even kijken. €834. Oké, laten we nu overgaan naar gamepc.nl. Ja, dit is dan echt specifiek op game. Maar ja, op zich kan je ook gamepc's gebruiken voor... voor editing en andere dingen. En muziek als je met audio werkt. Even kijken. Oké, vrij prima. Even kijken wat we hier kunnen krijgen. We willen minimaal naar 16 gigabyte RAM. Wat ik wel fijn vind aan gamepc.nl is dat alle kasten zijn gewoon één keer te zien. Ik zie meteen alle behuizingen. Als ik naar behuizingen ga, dat vind ik prima. Goed overzicht, ook best groot op de computer, kan ik het goed zien. Het is duidelijk, als ik klik op de i'tjes, dan komt hij nog in het groot. De afbeeldingen staat weer op een aparte tab. Het was mooi geweest als het op dezelfde tab was. Maar goed, er zijn ook een paar waar je zeg maar geen idee hebt wat voor een kastje krijgt. Die ga je zo direct ook zien. Eens even kijken. Nou, laten we gewoon lekker gaan voor die lelijke game PC behuizingen zijn gratis of zo. En als je dus naar zoiets wil, moet je dus... Nou ja, gratis. Als je dus naar zoiets wil, moet je dus extra betalen. Oké. Dan gaan we lekker naar saai iets. Nou, dit prima hoor. Ik hoef geen LED-verlichting. Nee. Ik ga naar de 3600. Standaard koeling, prima. Standaard moederbord vind ik prima. Dan gaan we naar 16 gigabyte. Ik ga gewoon naar value RAM. Ik hoef niet meer te betalen voor extra snelheid. Soms... Ja, niet altijd merk je dat. Ligt eraan wat je echt gaat doen. Laten we uitgaan van... Oké, hier heb je een RX 570. Laten we weer gaan naar de 1650. Wat een prima videokaart is. En even kijken, harde schijf. Daar wouden we de... we hadden hier een Crucial. Dat hebben we hier ook in. Even kijken. Ja, de Crucial. Oké, hoppa. Prima, geen tweede schijven bij. Wat kost hier een tweede schijven bij? Van 2 terabyte, ook €70. Is het niet dezelfde? Ik heb geen idee. Oké, 500 watt. Ja, het ziet er allemaal precies hetzelfde uit. Het is gewoon dezelfde website als PC samenstellen. Alleen net een andere styling. Maar in ieder geval, als je het vergelijkt... ben ik dus uiteindelijk hier minder kwijt dan... Wauw. Bij pcsamenstellen.nl ben ik €834 kwijt. Er zit wel een andere moederbord in. Maar goed, prima. I don't care. In Hero ben ik €769 kwijt. Voor ongeveer hetzelfde. Ja, een ander moederbord, een andere behuizing. Nou, so what. Laten we overgaan naar de volgende. Paradigit.nl. Eens even kijken. Nou, beginnen met samenstellen. Hier dan heb je eigenlijk out of blue. Je hebt niet een voorkeuze van welke richting wil je op gaan. Wat trouwens ook een voordeel kan zijn. Laten we beginnen met Paradigit bij de behuizing. Nou, we hebben hier de behuizing. Maak je keus. Dan kom je dus op een aparte pagina. Dus je hebt niet een pop-upje, maar op een aparte pagina om je behuizing te kiezen. Op zich ook alles duidelijk. Alleen jammer dat die andere website van GamePC. GamePC had tenminste een pop-upje. Dat vond ik wel mooi. Nou, laten we uitgaan van. Dit ding. Hartstikke mooi. 3999. En dan gaan we naar de processor. Nou, we weten wat we willen. We willen de Ryzen. 3600. Ja, €225. De processor cooler. Ik hoef niet specifiek iets.
Oké, hier hebben ze een verhaaltje over de standaard cooler bij een Intel processor. Ik denk ook dat ze er vanuit gaan van een AMD processor. Dat ze de standaard cooler gebruiken. Oké, dan gaan we naar de moederbord. Nemen we gewoon de goedkoopste. We don't care. Kijk, als je natuurlijk wil upgraden naar 64 GB RAM. Dan kan je beter voor de B450 serie gaan. Van de moederborden. Want die gaan tot 64 GB geloof ik. Dus daar, daar moet je even naar kijken. Als je daar specifiek naar op zoek bent. Kijken, dan gaan we weer naar 16 GB. Vinden we prima. Hoppa. Kom maar op. Staat trouwens op volgorde van prijs? Ja. Ja, terug naar het overzicht. Hoppa. Primaire opslag. Nou, daar gaan we voor. Laten we weer datzelfde ding vinden. Die Crucial. Is dat BX? I have no idea. Oh, nee. Het is de MX. MX, BX. Dat is het verschil. Geen idee. Ze hebben geen BX. Oh, MX. Ah, grapje. Oh, maar dit is meer. Dit is meer. Ah. Oh, wacht. Oké. Okay. Videokaart. Gaan we voor de 1650. Oké, hoppa. Er zijn twee verschillende opties. Wat is het verschil? Goeie vraag. Hier zitten meer twee DisplayPort dingen op. Als je meerdere schermen wil aansluiten via DisplayPort, is dat belangrijk. Wifi adapter, I don't care, kunnen we altijd nog toevoegen. Voeding. Hoppa. Hoeveel moet ik hebben? Ik heb geen idee. Hier hebben ze 500 watt cooler master hebben ze. Nou, laten we ook gewoon voor een 500 watt gaan. Weet je, we zien het wel op gewoon de goedkoopste 500 watt. Voeding is een voeding toch? Ja, er zit wel wat verschil in, maar voor nu maakt het niet uit. Optisch, nee, bla 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 bla. Oké, om het te laten fixen, om het in elkaar te laten zetten. Kost het dus €99. Zij rekenen dus niet bij Paradigit. Rekenen ze niet om hem in elkaar te zetten over de onderdelen heen. Daar hebben ze gewoon een apart tarief voor. Dan zeggen ze gewoon, oké, het kost €99 om jouw PC in elkaar te zetten. Nou, prima. Dan weet je ook meteen hoeveel het gaat kosten. Is het niet zo van, er zit al in het onderdeel verwerkt. Weet je, prima toch? Ik vind het fijner dat ik weet dat de... Dat deze kosten gewoon los zijn. In plaats van dat ze al in de prijs zitten van je onderdelen. Dat dus. Oké, nou dan gaan we dus. Hier komen we dus uit op €804,88. Voor een beetje hetzelfde als die andere. Wat ik trouwens ook wel apart vind. Hier aan de bovenkant hebben ze een klik. Staat er check de video. En dan klik je erop. En dan ga je dus naar beneden. Dus als je geen idee hebt. Denk je misschien interessante informatie. En dan krijg je dit. Boring. Oké, volgende. We gaan naar computersamenstellen.nl. En bij computersamenstellen heb je dus op de homepage heb je dus twee opties. Wil je een Intel computer samenstellen of een AMD computer samenstellen? Nou, wij gaan voor de AMD. En dan gaan we voor de processor. Gaan we voor de 3600. Standaard cooler. Ja, nou, hartstikke leuk. We willen 16 gigabyte. Oké, dit is een stuk sneller werken als je weet wat je wil. Harddisk. Geen harddisk nodig. Hoppa, die kunnen we laten toevoegen. Een harddisk van 2 terabyte kost trouwens maar €32. €32 maar. Terwijl die andere rekenen gewoon €70 of zo. Dus dat is wel op zich voordelig. Ze rekenen niet veel voor dat onderdeel. Oké, we gaan naar de SSD. Oké, we komen bij een Kingston. Nou, €49, prima. Je hebt ook een M2 trouwens. Dit zijn veel snellere SSD's.
Dus als je echt performance wil, dan kan je beter voor die gaan. Ik denk dat ik dat ook ga doen. Deze niet. Fuck dat. Gewoon deze. Hoppa. Standaard zonder card reader. Kijk, dit is dan weer het nadeel. Als ik hier een behuizing wil kiezen, I have no clue. Ik heb geen idee. Ik zie niet hoe de behuizingen eruit zien. Het zou fijn zijn als je misschien daar een soort van... Ja, dat je wel kon zien hoe de behuizing eruit ziet. Dat is wel jammer. Onboard graphics, nee. We gaan voor een 1650. En er staat hier al bij, kies een 500 watt voeding. Nou, het zou fijn zijn misschien als de voeding dan al aangepast werd. Het lijstje met de voedingen. Maar ja, het is een klein extraatje. Hier staat standaard met 420 watt voeding. Nou, dat moeten we dus op upgraden. Is wel echt nodig. Nou, laten we gaan voor de OEM 500 watt. Zonder wifi. Oeh, tijdelijk gratis met Windows 10. Oké, okay, nou prima. Dat is fijn. Er zit gewoon Windows bij. Het zat trouwens bij Paradietje. Het zat er niet bij. Hè? Nee, daar... Kijken, wat kost het daar? €119. Wauw. Hier zit het er gratis bij. Oké, okay, wauw. Maar ja, het is tijdelijk. Tijdelijk. Oké, okay, garantie. Oké, okay, 3 jaar garantie. Assemblage. Oké. Okay. Nou, prima. Installatie van bijbehorende software. Dus Windows wordt ook gedaan. €776 om het bij computersamenstellen.nl te doen. Of je kan het in 3 termijnen doen of 2 termijnen dan. Even, ik heb geen idee. Dit zal denk ik voor 2 termijnen zijn. Ik heb geen idee. Oké, okay, nou laten we doorgaan naar de volgende. Computer-bestel.nl. Een hele aparte naam. Nou ja, als ik hier dus kom, ik had hier al gekeken, ik vond het een beetje onduidelijk. Ik had 2 opties, game PC samenstellen of zakelijke workstations. Ik dacht in mijn gebied, dacht ik, ja, ik heb geen game PC nodig. Wel de onderdelen die erin zitten, maar een zakelijke desktop PC. Dus nou ja, vanaf €572, dus ik dacht, nou laat ik daar eens kijken. En even kijken wat we kunnen krijgen. Nou, dan hadden we alleen maar de optie om voor Intel te gaan. Dat vond ik jammer. Terwijl de game PC's is een optie of ik naar de AMD wil. Nou, prima. Dan ga ik naar de AMD. Oké, okay, dan heb je zo allemaal lelijke behuizingen. Oh, hier heb je er nog veel meer. Wil je nog meer lelijke behuizingen? Ik vind het echt lelijk. Sorry, het zal misschien aan mij liggen. Ik vind die behuizingen niet mooi. Maar goed, laten we voor iets anders gaan dan dat andere ding. Of niet zo'n ding. Nou, laten we voor die gaan. Moederbord vind ik prima. I don't care. Nou, 3600. We gaan voor de 16 gigabyte. Even kijken. Hier al opslag 1. Daar gaan we gewoon voor de Crucial. Hoppa. Voor 250 gigabyte. SSD. Geen tweede schijf. Wat kost een tweede schijf? Hè? Wat? Oh, je moet dus op wijzigen klikken. Oké, okay, ik had geen idee. Ik dacht echt van, dus er zijn geen opties. Maar je moet dus op wijzigen klikken. Oké, okay, wijzigen. 2 terabyte kost €72,50. Oké, okay, dat is jammer. Ook best wel duur. Oké, okay, nou, standaard zit er een AMD Radeon RX 560 in. Bij deze optie. Maar wij willen gaan voor de 1650. Die kost €70. Oké, okay, dan gaan we door. Processorkoeling. Oké. Okay. Hier staat allemaal bla 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 bla. Originele koelpasta. Yep. Processorboost. Nee, hoeft niet. Koeling, bla 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 bla. Oh, hier dan. Ze rekenen voor jou uit hoeveel watt je minimaal moet hebben. Minimum? Wauw. In ieder geval, nou, dan zegt hij dat deze prima is. Bla 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 bla. Lekker spannend. Door. Oké, er zit een Windows 10 Home 30 dagen demo bij. Voor de volledige versie moet je €109 betalen. Oké. Okay. 4 jaar hardware garantie. Nou, er zit dus 4 jaar garantie op de hardware. Is er binnen 30 dagen na levering iets mis met jouw computer? Dan op.
Op hun kosten via... Het derde en vierde jaar betaal je alleen het werkloon voor vervangen of repareren van de reparatie. Wauw, 30 dagen. 30 dagen om het te laten fixen. Ik snap op zich dat dat, ja, dat best wel een tijdje duurt. Even kijken. Nou, Hiro, voor dit allemaal ben je €732,50 kwijt. Op naar de volgende. Ja. CompuStunt.nl. Even kijken. Nou, we hebben hier dus drie opties. Zelf je nieuwe AMD-PC of een game-PC samenstellen. Intel of je Intel Professional. Nou, we gaan natuurlijk voor AMD. Hier, de gewenste. Kies de gewenste behuizing. Weer gewoon opties dat je denkt van... Ik heb geen idee. Doe maar de goedkoopste. En dan krijg je dus eentje met een lelijke blauwe LED-verlichting. Dat is jammer. Staat er trouwens wel in, maar je ziet niet hoe het eruit ziet. Nou, dan ga ik maar voor... Ja, weet niet. Deze. Charcoon VS4. Geen idee. Voor hetzelfde geld krijg je nu een roze behuizing. Dan zeggen ze, ja, had u moeten kijken. Dan ben je echt fucked. Nou, we hebben dus 400 watt nodig blijkbaar. Dat weet ik al een beetje van wat we net hadden gecheckt. Nou, laten we gewoon lekker gaan voor de goedkoopste. Moederbord. Nou, we gaan voor de 3600. Nee? Geen. 3600 is er niet. De 3400 wel. En de 3600X. Dat is jammer. Nou, dan ga ik maar voor de... Wat hoeveel kost die überhaupt? Die, oh mijn god. AMD Ryzen 3600. Wauw, €175 kost dat ding los. Nou, laten we dan maar gaan voor de... De 3400, ja, iets minder. Kost ook €20 minder. Oké, nou, geheugen. Gaan voor 16. Voor de videokaart gaan we voor de GTX 1650. SSD. Yep, we gaan voor de SSD 240 GB. Geen idee welk merk je krijgt. Kan wel een Chinees merk zijn, geen idee. Je kan kiezen voor SSD 240 GB. Of voor de Samsung SSD. Nou, laten we gewoon voor dat gaan. Hoeveel kost een harde schijf van 2 terabyte? Daar ben je dus €59,95 kwijt voor een 2 terabyte schijf. Ze bieden ook als optie een tweede harde schijf. Nou, prima. Leuk. Internet aansluiting. Ja, leuk. Windows. Wauw. Windows Home zonder installatie, zonder licentie kost €11. Dan heb je dus een demo. Met DVD. Oh, je krijgt er een DVD bij. Maar je hebt geen DVD-speler nog erin. Die kan je er wel in laten bouwen, maar die zit er niet bij. €99,95. Oké, prima. Doe het niet. Assemblage en testen. Kost €44 per PC. Nou, dat dus. Oké, garantie 2 jaar standaard. Oké, prima. Kan dat laten repareren, toch? Sluit je PC veilig aan. Je hebt gewoon de optie om het zelf te doen of een stekkerdoos mee te laten versturen. Apart. Oké, hoeveel ben ik hier kwijt voor? Oh, wauw. Dit had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo goedkoop zou zijn. Ik had echt verwacht, nou, ik kom hier nu op €700 misschien uit. Verrassend. Ja, ook minder lange garantie. Ja, oké, dan gaan we nu naar de PC-specialist.nl. Dan gaan we nu naar de PC-specialist.nl. Nou, we zijn hier op de AMD-systemen. En nu kunnen we kiezen wat voor budget je hebt en welke richting je op wil. Wil je naar extreme computers? Of wil je naar een computer voor thuis of op kantoor? De Threadripper computers, werkstations, overgeklokte PC's, Oké. Ik denk dat als je een beetje idee hebt van wat je wil,
Dat je in bepaalde dingen zoals Threadripper en dat soort dingen. Dan denk ik niet dat je het laat bouwen door iemand, maar dat je het misschien zelf doet. Dus ik denk dat, dat je als PC-specialist moet laten zien dat jij de specialist bent. En dat de klant die bij je komt, die heeft geen idee wat hij wil. Die gaat niet zeggen, ja, ik wil graag een Threadripper. Mensen weten tegenwoordig wel wat een Core i7 is, maar een Threadripper hebben ze nog geen idee van. Maar goed, laten we dus uitgaan van deze. Willen zo goedkoop mogelijk. Hido. Kijk, je kunt je behuizing kiezen, Hido. Eens even kijken. Zitten mooie dingen tussen. Hartstikke mooi. Laat gewoon op die van 16 euro staan. Even kijken, de 3600 is er ook niet. Nou, dan gaan we gewoon voor de 3400, net zoals bij de vorige. Standaard moederbord, 16 gigabyte, 1650, 256 gigabyte SSD. Oké, best een snel ding. Nou, oké, prima. Tweede. Hoeveel kost een harde schijf van 2 terabyte? Waarom zien we daar... We zien niet de prijs daarvan. Geen idee wat het kost. Moet ik nou serieus dat zelf gaan... ik zie hier de prijs. Hierboven zie ik de prijs. Oké. Nu is het 813. En hier is het 729. 813 min 729. 84 euro. 84 euro voor een schijf van 2 terabyte. Zonde. Dat gaan we dus niet doen. Dit staat ook interessant. M2. Oké, dat hadden we toen straks bij die andere wel gedaan. Maar hier laat ik het even buiten wegen. 250 watt voeding. Laten we dan minstens naar een 450 gaan. Een stroomkabel, dat is wel fijn. Dat heb ik bij die andere niet bijgezien of die erbij zat. Je kan ook een stroomkabel voor Zwitserland of Amerika bestellen. Dat is fijn als je dus hier een computer gaat laten maken. Maar mee gaat nemen naar Amerika. Want dat... Is daar heel duur of zo? Oké, standaard koeling. Ja, bla bla bla. Oké, er zit dus draadloos bij. Oké, mooi. Dat is wel fijn dat er meteen wifi in zit. Hoeven we niet meer los aan te schaffen. Oké, hoppa, pa, pa, pam. Oké, er zit dus een Windows 10 Home 64-bit. Inclusief een licentie zit erbij. Dat is fijn. En als ze nou zeggen geen... Het is toch fijn dat het erin zit. Valt ook best mee de prijs. Even kijken. Een monitor is... Nee, I don't care. Oh, wauw. Waarom? Waarom is dit... Het is misschien fijn dat het voor je ingesteld kan worden. Ik hoef geen antivirus software. Bah, weg ermee. Office. Bah. Geen herstelmedia nodig? Oh, dat kost niks. Oké, nou, volgende. Wil je er meteen een... heel belangrijk, wil je er meteen een gamingstoel bij? Dat kan. Ik weet niet waarom. Oké, bezorging. 2 dagen verzending naar Nederland. Oké, ik kan hem ook ophalen. Wow. Als je hem wil ophalen bij je plaatselijke winkel vanaf 12 uur 's middags, is het dus... 20 euro goedkoper. Dus als je 20 euro wilt besparen, moet je hem niet laten verzenden naar je huis. Maar moet je hem gewoon oppikken bij zo'n DPD-punt. En dan scheelt je toch 20 euro, hè? Voor 20 euro kan je heel veel eten bij de McDonald's. Oké, nou, bouwtijd, de standaardversie. De standaardversie. Ongeveer 12 tot 14 werkdagen. Dat is wanneer er hele langzame, lui mensen aan gaan werken. Ze zullen vast wel meer te doen hebben. Dat dus. En je hebt een snelle verzending. Kost 36 euro. Het is fijn dat ze dat wel hier achter zetten. Hoeveel het kost. Als je dus sneller wilt. Nou, 757 euro. Dan heb je het bij pcspecialist.nl. En nu alternate.nl. Yep. Processor. Oké, dan krijgen we hier allemaal opties. Bla 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 bla. Nou, kijk. Toevoegen. Moederbord. Dit is de goedkoopste. Kan ik nog sorteren? Ja. Dat is wel fijn. Dat ik gewoon kan sorteren op het goedkoopste. Jammer dat het niet al standaard op het goedkoopste staat. Niet dat je dat altijd zou willen. Tenminste, ik zou het wel willen aan de ene kant.
Nou, werkgeheugen. We willen... Oh ja, moet ik weer sorteren op het goedkoopst. Value RAM. Hebben ze veel RAM-geheugen? Ze hebben wel veel opties. Dat is wel een ding. Misschien te veel. Ze hebben echt alles wat in de winkel verkrijgbaar is. Hebben ze hier. Ik had ook... Wauw. Ik had ook hier... Oh, ik had ook hier kunnen klikken. Wauw, oké. Ja, oké. Dan gaan we voor die. Hoppa, gedaan. Klaar. Grafische kaart. Er staat ook een dingetje bij, want... Hij leest hier ook. Hij ziet dus ook bij deze processor ziet hij van... Hey, deze processor heeft geen onboard graphics. Dus je moet een externe videokaart aanschaffen. Dus dat is fijn dat hij dat zegt. Dat hij zegt van, hey, luister... Het is wel belangrijk hoor. Echt waar. Ik meen het. Oké. Kan ik zoeken hierin? Ik wil zoeken. Ik zoek naar de 1650. Oké, dan doe ik wel even. Oh, hier. Deze. Hij is even aan het laden. Ik heb geen idee waarom die laat. Hij is even aan het verwerken. Kijk, harde schijf, SSD. Oeh. Nou, dat is fijn. Er zijn veel opties. Dat deden we ook weer bij die andere. Het is jammer dat ik hier niet kan zoeken. Eigenlijk wil ik hier een soort van zoek iets of zo. Dat ik gewoon kan zoeken naar dat gebeuren. Ik wil namelijk gewoon die andere, die ik bij al die anderen ook heb. Ah, ik kan niet tegen verandering. Van Crucial. Staat ook totaal niet op volgorde van alfabet. Oh, hier dan. Oké, deze. Oh, dit is een terabyte. We willen geen terabyte. We betalen ons al schil. Oké, behuizing. Oh ja, die hadden we al gekozen, toch? Of niet? Ik heb geen idee meer. Goedkoopst. Prima. Oh. Ja, toevoegen. Ik strok me even dood. Voeding. Oké, wauw. Hij ziet dus wel. Hij checkt dus ook hoeveel je minimaal nodig hebt. Dat ze denken, nou, weet je, zitten we in ieder geval 7. Nou, gaan we voor die van 34 nog wat. Dan zitten we nu op €548,77. Wauw. Besturingssysteem. Windows. Oeh, kost je €109. Wat op zich logisch is. Geen besturingssysteem. En nu? Hij bouwt hem toch. Hij zet hem toch wel in elkaar? Of iets? Of niet? Diensten. Oh, hier. Geen. Oké, niks gevonden. Dus als je dan. Als je dus doorgaat en zegt hij: hey. Hartstikke leuk dat je dit hebt gedaan. Wil je nu weten... wil je hem nu in elkaar laten zetten door ons? Of... Wil je hem dus nu in elkaar laten zetten door ons? Of wil je het in losse onderdelen krijgen? Als je hem dus in elkaar wil laten zetten door ze... dan kost het €109... om het te laten assembleren. En dan ben je dus kwijt... €662,72... En gratis Xbox Game Pass PC. Dus ik heb eventjes de vergelijking gedaan. Eventjes gekeken. Hoeveel het zou kosten als je zelf je PC gaat bouwen. Met ongeveer dezelfde onderdelen. En misschien nog een goedkopere behuizing. Andere voeding. Maar nog wel de processor hetzelfde. Het geheugen nog hetzelfde. De SSD hetzelfde. Dat soort onderdelen is gewoon allemaal hetzelfde. En... je zou daarbij uitkomen op €550. Als we het dan gaan vergelijken met de rest. Als we gaan kijken naar het lijstje. Zie je dat een site zoals CompuStunt. Dat die het goedkoopst is. Want die rekent maar €594,89. Dus die staat op plaats nummer 1. Die verdienen dus relatief weinig aan het verkopen
van dit systeem. In het in elkaar zetten en dat soort dingen. Er is er eentje die is het allerduurst. Dat is PC's samenstellen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar het zal wel aan de naam liggen. Dat ze gewoon denken, hey, we hebben een catchy name. Dus we kunnen wat duurder zijn. Tuurlijk snap ik dat je een pand moet betalen. Als je personeel hebt, moet je natuurlijk mensen betalen. En dat kost veel geld. Alleen, het is wel relatief duur om een PC te laten maken. Ze verdienen bijna die hele PC terug aan het maken alleen al. Dus dat vond ik best wel duur. Paradigit zit ook op €804,88. Ja, dat was jammer. Dus mocht je een computer willen laten maken, kan je zelf doen. Maar je kan het ook uit handen geven en laten doen door deze bedrijven in dit lijstje. Ik hoop dat deze video nuttig voor je was en dat het je heeft kunnen helpen bij het maken van een beslissing. Dit was hem voor vandaag. Zie je de volgende keer. Peace.